Ajax onder 17 is de koploper in de competitie. Al geplaatst voor de kampioenspool en verloor pas één keer. Won er 9 en tegen FC Emmen moet daar de 10e bij komen. En vroeg in de wedstrijd wordt het al 1-0. Het is Enrico Hernandez die de thuisploeg op voorsprong zet. Iets meer dan 6 minuten gespeeld. De voorzet van Sint is op maat. En Hernandez, vogeltjesvrij in de 16 meter, knikt hem binnen. Hij is onder 17, miste wel een aantal spelers. Een deel is mee met Oranje onder 16 dat een toernooi speelt in Florida. Daardoor onder andere een basisplaats voor deze Donny Warmerdam. Die ook meteen scoort. Na een goede steekpaas ook van Elikia Mbinga. Warmerdam wijst, krijgt hem. En zet Ajax op 2-0. Na de rust. De druk zetten van Ajax. Sint. Warmerdam. Omzichtig. Legt hem klaar. Mbinga. En Zamani. Krijgt erbij Hernandez. En daar komt Warmerdam weer. En Warmerdam met zijn tweede. En de derde van Ajax. Zijn eerste basisplaats in Ajax onder 17. Bekroont hij dus met 2 doelpunten. Dus gaan Dave Vos en Cedric van der Gun de overwinning binnenhalen. En is hier Zamani. Zamani, Zamani. En een prachtig doelpunt. Naar zijn rechter. En dan krult hij hem heerlijk in de verre hoek. Keeper kansloos. En Ajax op 4-0. En dan het inleveren. Treft Emmen een eretreffer. Het gaat achterin fout bij Ajax onder 17. Hier de slechte paas van Paul Fosu-Mensah. Wordt opgevangen door Sven Jager. Die legt hem goed breed. En dan is het Bjorn Plaggenborg die hem maakt voor de ploeg uit Drenthe. Nog een keer Ajax. Strakke voorzet, bijna het eigen doelpunt. Van Jordi Lugies, de captain van Emmen. Geen vijfde Amsterdamse treffer. Hier dan nog een keer de kans voor Hernandez. Die wil hem mooi over de doelman heen wippen. Dat lukt niet. Maar Ajax onder 17 wint wel overtuigend met 4-1 van FC Emmen.